dit. Wow! Onweer. Onweersbuien zijn een van de meest tot de verbeelding sprekende weersverschijnselen. Maar hoe ontstaat onweer en hoe ontstaat bliksem nu eigenlijk? Voor onweersbuien hebben we veel vocht nodig in de atmosfeer. Daarnaast moet het ook onstabiel zijn en moeten er veel verticale bewegingen zijn. Als die drie elementen aanwezig zijn, kunnen onweersbuien tot ontwikkeling komen. In een grote buienwolk is de temperatuur onderin de wolk vaak boven het vriespunt, terwijl de top onder het vriespunt is. Hierdoor komt water in allerlei verschijningsvormen voor in de wolk. Natuurlijk gewoon water, maar ook onderkoeld water. Verder zien we ijsdeeltjes, zoals sneeuwvlokjes, maar ook samengeklonterd ijs, zoals hagelstenen. Al deze druppeltjes en ijsdeeltjes bewegen in een bui door de verticale stromingen langs elkaar heen. En ze botsen ook. En dit gebeurt met name in het centrale deel van de wolk, waar het tussen min 15 en min 25 graden is. Door de botsingen en de schurende bewegingen worden de deeltjes elektrisch geladen. Kleine ijsdeeltjes en onderkoelde druppels worden positief geladen, terwijl de grotere ijsdelen, zoals hagel, negatief geladen worden. En door de verschillende stromingen in de bui komen de lichtere delen grotendeels in de top van de wolk, terwijl de zwaardere delen in de onderste helft van de wolk blijven. En hierdoor ontstaat er een ladingsverschil in de wolk. De top die wordt positief geladen en de onderkant van de wolk negatief. Natuurlijk kan er door een hevige daalstroom ook een deel van de onderkant van de wolk positief worden geladen, maar die laten we voor nu even buiten beschouwing. Aan de grond, onder de wolk, gebeurt er ook iets. Normaal is de aarde licht negatief geladen. Maar als er zo'n grote onweerswolk boven hangt met een negatieve lading, wordt een negatieve lading aan de grond juist weggedrukt en die maakt plaats voor een positieve lading. Er ontstaat zo een spanningsverschil. Als dat spanningsverschil te groot wordt, wil de natuur dat opheffen. En dan is het tijd voor onweer. We kennen verschillende soorten ontladingen. Ten eerste een interne ontlading in een wolk zelf. Die komen verreweg het meeste voor. Er zijn ook ontladingen mogelijk tussen één wolk en de andere wolk. Verder kan er ook een ontlading voorkomen tussen de wolk en de lucht. En de laatste ontlading die we kennen is tussen de wolk en de grond. En dit zijn verreweg de gevaarlijkste ontladingen voor mensen. De laatste soort ontladingen die gaan we nu in detail bekijken. Van wolk naar grond, een negatieve ontlading, want die komen het vaakst voor. Lucht is van nature een slechte geleider. Maar wordt de spanning nu te groot in de wolk, dan zal de lucht daaromheen gaan ioniseren. Dit is een proces waarbij op atoomniveau negatief geladen elektronen worden gescheiden van de positieve atoomdeeltjes. De elektronen kunnen nu vrij bewegen en zijn uitermate geschikt om stroom te geleiden. Nu de lucht wel goed kan geleiden, kan de stroom overgebracht worden, maar daarvoor moet wel een geïoniseerd pad worden gecreëerd. Dit gebeurt in typische stapjes van zo'n 50 meter. De aaneenschakeling van die stapjes noemen we de step leader. Er kunnen tegelijkertijd meerdere step leaders op gang komen. Het ioniseren van de lucht dat gebeurt niet in een rechte lijn. Dit komt omdat de samenstelling van de lucht niet overal hetzelfde is en ook de opbouw van het elektrisch veld is niet gelijkmatig. Een step leader ziet er zo grillig uit met vaak vele vertakkingen. Uiteindelijk zal een van de vertakkingen van de step leader uitkomen op zo'n 50 meter boven het aardoppervlak. Op dat moment gaan positieve deeltjes omhoog bewegen. Dit noemen we de upward streamer. En dan komt er een moment dat de twee stromen elkaar bereiken en is het hoofdkanaal gecreëerd. De stroom die kan nu gaan vloeien van wolk naar grond. Op het contactpunt wordt ook de bliksemschicht zichtbaar, die vervolgens richting de wolk gaat bewegen. Zo'n terugbeweging noemen we de return stroke. Wanneer er nog meer negatieve lading aanwezig is in de wolk, zal er nog een keer ontladen worden. En dit gebeurt via hetzelfde pad dat de step leader al heeft uitgezet. Deze stroom noemen we de dart leader en die volgt alleen het hoofdkanaal van de step leader, dus niet de zijtakken. Dit leidt ook weer tot een bliksemflits en hierdoor gaat de bliksem flikkeren. Gemiddeld zijn er 2 of 3 dart leaders met return strokes. Maar er zijn gevallen bekend van meer dan 10.
Overigens is een DART leader veel sneller dan een STEP leader en dat komt natuurlijk omdat het pad al gemaakt is. In sommige gevallen zal de wolk in één keer zijn stroom ontladen en niet via meerdere leaders en return strokes. In dat geval zal ook het bliksemkanaal niet gaan flikkeren, maar het blijft eigenlijk gewoon branden, alleen de intensiteit die varieert een beetje. Omdat de bliksemstraal lang blijft branden, laat ik het zomaar zeggen, betekent dat ook dat de hitte veel langer aanwezig zal zijn. En dit soort bliksemstralen kunnen dus veel makkelijker branden veroorzaken. Dergelijke bliksem wordt ook wel hete bliksem genoemd, terwijl bliksemschichten die flikkeren te boek staan als koude bliksem. We hebben nu de meest voorkomende ontladingen van wolk naar grond besproken, de negatieve ontlading. Maar er zijn ook positieve ontladingen van wolk naar grond. Die komen veel minder vaak voor, maar zijn wel veel gevaarlijker. De gevaarlijkste zijn de ontladingen die van de wolkentop afschieten richting de grond, wel kilometers van de bui vandaan. En dan spreek je echt van een donderslag bij heldere hemel.